dat ligt nu allemaal een beetje stil. Hoe voel jij je dagen nu een beetje, Alfons? Ik laat iets op Facebook dat je toch flink aan het klussen was geweest ook thuis. Ja, er blijven links en rechts blijven nog wel eens wat dingetjes liggen. En, ja, daar is nu ruimschoots tijd voor om wat te klussen rondom het huis. En ja, de vrouw is daar vrij creatief in. En ja, die weet toch wel iedere dag wat klusjes voor mij te verzinnen. Dus ik hoef me absoluut niet te vervelen. Maar aan de andere kant ben ik ook bij. We zijn nog steeds 2 of 3 momenten in de week dat we samenkomen met de staf bij FC Groningen. Toch ook wel blij dat ik weer die kant op kan gaan. En ja, ik hoop dat we in ieder geval snel weer wat dingetjes kunnen gaan doen met de spelers. Ja. Dat is nu allemaal op thuisbasis met programma's. We hebben in ieder geval wel veel contact met de jongens. Omdat we, iedere trainer is verantwoordelijk voor een aantal gasten. De hoop is toch wel dat we in begin mei wat weer op de club zouden kunnen gaan doen. Ja, we zien je dus binnenkort niet in het tv-programma Help Mijn Man is Klusser. Nee, daar niet iets voor mij. Ik bedoel, ik doe wat ik kan doen. Ik probeer zoveel mogelijk de mensen die daar verantwoordelijk zijn voor te helpen en te ondersteunen. Maar zeg me niet, ik timmer dat of zus of zo in elkaar. Dat gaan we niet doen. Nee, maar voor bepaalde jongens is het toch een beetje vervelend nu ook. Zoals een Mike Zubierik bijvoorbeeld. Ja, die jongen heeft zijn laatste wedstrijd gewoon voor FC Groningen gespeeld. Die gaat met een heel lullig gevoel nu eigenlijk de club verlaten. Ja, gezien de omstandigheden is gewoon iedereen is het gewoon vervelend. Ja. Dat is ook die wat voor. Je valt helemaal weg, Alfons. Ben je ergens heen gelopen of zo? Je valt helemaal weg. Nee. Ik zit op dezelfde plaats. Oké, ja, nu is hij weer duidelijk. Ja. Ja. Nee, maar voor de jongens die stoppen of weggaan, is het natuurlijk een hele vervelende wetenschap. Dat je geen afscheid meer kan nemen van je club. Hè? En het is toch een vervelend eind van een periode. Dat je hebt gegeven voor een club. En dat wil je ook op een goede manier laten zien. Dat je ook waard bent dat je voor iets anders hebt kunnen kiezen. En nogmaals, waar we het verhaal mee begonnen zijn. We kunnen hoog en laag springen wat we willen. En we kunnen heel veel dingen aangeven. En dingen proberen voor elkaar te krijgen. Maar ook wij zijn gebonden aan de dingen, aan de voorschriften die ze ons geven. En, ja. Wij zijn er wel bij gebaat om ons daar zeer goed aan te houden. Hè? Want op het moment dat wij ons daar heel goed aan houden, ja, dan hoop je dat alles ook in een snelle traject kan verlopen. En weer enigszins een normaal ritme in je dag kunt geven als dat je hiervoor heen had. Ik neem aan dat jullie ook best wel geregeld overleg hebben met Marc-Jan Verderens. Want er moeten natuurlijk nog een aantal nieuwe spelers bij komen. Nou ja, dat is wat ik zeg. We proberen 2 of 3 momenten in de week proberen we bij elkaar te komen. En dan hebben we natuurlijk de afgelopen weken uitvoerig bezig geweest met het plannen. Want voordat er zekerheid was dat de competitie wel of niet zou stoppen, ja, moet je toch met alle scenario's moet je rekening houden. Dus daar zijn we heel druk mee bezig geweest. Uiteraard ook naar het team gekeken. Wat gaat er weg? Wat loopt eraf? Waar kom je mee door? Je zit ook met de invulling van de onder 21 team. Er zijn allerlei dingen zijn er op de rol bespreekbaar gemaakt om over na te denken. En normaal gesproken ga je als staf, maar ook als scouting zijn, ga je ook veel spelers ga je bekijken. Nou, die mogelijkheid is er nu niet. Dus je bent veel aangewezen op het contact opnemen met personen die met bepaalde spelers gewerkt hebben. Met beelden te bekijken, met rapporten te schrijven, met discussies te voeren met de scouting. Ja, om te kijken om zo goed en zo kwaad te gaan een goede invulling te geven aan je selectie voor een nieuwe seizoen. Absoluut, maar dat is eigenlijk van later zorgen. Eerst maar zorgen dat die virus weer weg is en dat alles weer een klein beetje normaal kan zijn. Want zie jij het zitten dat er bijvoorbeeld dat de KVB zegt, we starten de competitie op zonder publiek wedstrijden? Nou ja, ik denk dat de komende periode gewoon heel, heel belangrijk zal zijn. Hè? Ze hebben nu heel voorzichtig zijn ze met de jongste jeugd begonnen. Dat de sportverenigingen weer open kunnen gaan. Dat ze daarin wat kunnen doen. De scholen.
En voor de jongste jeugd is weer toegankelijk. Ja, en ik denk toch dat je daarin dat ze daarin een bepaald beleid op los zullen gaan laten. Om te kijken hoe dit wordt ervaren. En ja, dan zal half mei zal er weer een volgende persconferentie overkomen. Ja. Om te kijken wat eventueel de volgende mogelijkheden zijn. Hè, want na de laatste persconferentie van vorige week is natuurlijk toch een hoop negativiteit losgekomen. Hè, dat de mensen in ieder geval gehoopt hadden dat wat meer duidelijkheid of openheid zou komen in verschillende dingen. En, maar ja, het belangrijkste is de gezondheid van de mens, volgens mij. Ja, en nogmaals, ik begrijp de frustratie. Ik bedoel, je hebt het zelf ook. Je wil graag, maar je kunt niet dingen ondernemen die je moet doen. Nou ja, het zij even zo. En nogmaals, en ook ik kan gaan denken van, ik hou me daar niet aan. En maar als zo 17 miljoen mensen denken, ja, dan lossen we het probleem dus nooit op. Ja. Dus we zullen ons, nogmaals, hoe vervelend dat ook is, hoe sneller en hoe beter wij luisteren naar de regels die er aangegeven worden en ons daar ook aan conformeren, ja, dan denk ik ook dat alles nogal vrij snel zou kunnen gaan. En ja, ik hoop en ik heb zelf ook de verwachting dat op het moment dat de competitie weer begint, dat het wel toegankelijk zal zijn voor het publiek. Daar speel je uiteindelijk ook voor en dat wil je ons ook ontzettend graag. En nogmaals, als dat 1 of 2 of 3 weken niet zou kunnen, ja, het zij dan eventjes zo. Ook daar moeten we ons op voorbereiden. Maar goed, ik ga er zelf vanuit dat ze hier het beleid dat ze voeren, dat het wel zo zou zijn dat we gewoon dingen dadelijk gewoon op kunnen pakken zoals het voorheen was. Ja, we zullen het allemaal afwachten hoe het allemaal verder gaat, Alfons. Wij zijn in ieder geval blij dat jij je contract hebt verlengd. Dan hebben wij tenminste vrijdagsmiddags in ieder geval een kwartier alweer opgevuld in de radioshow. Ja. En dus dat scheelt weer. Ja, en, ja, dus een geintje hoort erbij. Je weet hoe wij erover denken. Dus we wachten het allemaal gewoon af. We willen je nu ontzettend bedanken voor je tijd. Oké, graag gedaan. En we spreken elkaar hoop ik snel weer. Oké, jongen. Alfons, dankjewel. Oké, Wouter. Hoi, hoi. Hoi.